Hallo iedereen en welkom bij de 8e aflevering van WBTV. Zoals jullie zien ben ik niet op de club vandaag. Nee, want ik ben naar ergens onderweg. Naar ergens heel speciaal, maar ik kan nog niet vertellen waar, want dat is voor verder in de aflevering. Jullie weten het eigenlijk allemaal al, hè. Eerste punten buiten huis zijn binnen. Fantastisch. 1-1 op Genk. Dat zijn nog niet de minste punten die we mee naar huis gebracht hebben, hè. Nu, ik vond het een geweldige wedstrijd. En omdat ze zo goed was, hebben wij de beste beelden van de wedstrijd op een rijtje gezet. Fantastisch toch, hè? Goh, zo'n punt op Genk. Ik denk dat niemand het gedacht had, maar we doen het toch maar, hè? En onze spelers waren content, hè? En niet alleen de spelers, hè? De Dirk ook. Dus is dat wel eens gepast dat we een Dirk eens op de kruk zetten, hè? En by the way, ik ben nog altijd onderweg, hè? Onverhoopt zou ik niet durven zeggen. We zijn wel met de intentie naar Genk gegaan om hinderpunten te nemen. Want als je alleen marteert op je thuiswedstrijden, en tot nu toe zitten we achter op schema thuis, hè, want tegen Gent verloren en tegen Mechelen niet gewonnen, moet je sowieso ook punten nemen op verplaatsing. Dus de intentie om naar Ginder te gaan om punten te nemen, die zat erin. De tweede helft was moeilijker, de tegenstander zetten wat meer druk naar voren. Het ging allemaal iets sneller. We konden de bal niet altijd in de ploeg houden. We moesten wat meer achteruit gaan leunen. We schoven niet genoeg niet meer op en dan kwamen we onder druk te staan. Maar dat was te verwachten. Er zal wel altijd kritiek zijn. Dat is altijd zo in de sport en in het voetbal. En het is ook vaak zo dat je zit ertussen. De hele dag zit ertussen. Tussen de jongens, je weet met welke ingesteldheid dat ze willen werken en trainen en luisteren. En dan weten van, als we dit kunnen aanhouden, kunnen we alleen maar verbeteren. En dan zal de tegenstander vaak bepalen of dat wij kunnen punten pakken of winnen of niet. Mensen, supporters, die kopen een abonnement, die komen terug in eerste klasse, die willen niet als het kneusje van de klas beschouwd worden. Je hebt ook je eer te verdedigen, hè, je kleuren te verdedigen. En ik zie nu ook terug op Genk dat er een hele enthousiasme zat bij de supporters. En ook hier in die thuiswedstrijd. Dus als zij ook mee willen, want tenslotte, je wordt gedragen door de supporters, hè. Het is nooit goed als supporters heel vaak kritiek hebben. Dat werkt op iedereen. Maar daar mogen wij absoluut niet van klagen. Integendeel, het gaat goed vooruit. Ja, de wedstrijden tegen Lierse en Leuven zijn van kapitaal belang. We moeten absoluut punten pakken. Hoeveel, dat is niet te omschrijven, hè. Je wilt natuurlijk het liefst twee keer winnen. Kan dat? Hoe sterk is de tegenstander? Hoe zijn de wedstrijdomstandigheden? Dat heb je niet in de hand.
hoe kom je zelf over in die match? En het is niet omdat je op Genk een goede match speelt en op Kortrijk een goede tweede helft speelt, dat garant staat voor twee spectaculaire matchen tegen Leuven en tegen Lierse. Dus dat weet je niet. Maar het ideaal scenario zou zijn dat we twee keer winnen. Alleen kun je dat niet gaan pronosticeren. Je kunt alleen maar hopen dat je punten pakt, dat je ook goed speelt. Na zo'n turbulente transferperiode, zo'n moeilijk seizoensbegin, doe je het nog graag? Ja, moest het niet graag doen, dan zouden we thuis gebleven zijn. Maar we hebben ons geëngageerd. Hè. We wisten, het moment dat we op de bus zaten van Oostende, wist ik van, we gaan een moeilijk seizoen tegemoet. Er gaan er hier veel verschieten in de club. Maar toch vind ik ons bovenal nog gespaard gebleven, omtrent de woelige transferperiode. Oké, er worden columns geschreven, er wordt een keer lachend gedaan en er wordt gespot, maar dat maakt het ook zo mooi. Maar al bij al denk ik dat ook de Belgische pers heel wist van ja, Waasland Beveren, dit wordt een moeilijk verhaal in eerste klasse, maar het is aan ons om te bewijzen. En alleen omdat de drang om ons te bewijzen zo groot is, doe ik het nog altijd graag. Voilà, ik ben er. Jullie weten nog niet waar ik ben, maar ik ben er. Het zal spannend worden. We zullen eens naar binnen gaan. En dan zal het wel stilletjes aan duidelijk worden waar ik exact zit. Voilà, nu zien we waar we zijn. Er is een van de spelers papa geworden. En gaan we eens kijken wie dat is, hè? Spannend, hè? Bonjour, goeiedag. Ja. Tout va bien? Ja, ça va très bien. Ah. Oh, kijk eens aan. Dag mevrouw. Dag, dag mama. Alles goed? Ja. Oh, fantastisch. Je vais commencer avec le cadeau, hè? Ja. C'est pour vous. Mais pas exactement pour vous. Yeah. Tu peux regarder. Spannend, hein? Yeah. Oh. 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 Ah. Un vrai footballeur, hein? Et un petit muts aussi. Merci. Ça, c'est mon nom, là. Hein? Voilà. C'est bon. Merci, merci beaucoup. Et tout va bien? Ouais, ça va, ça va. Il a pris ton temps, hein? Beaucoup. Depuis hier. Depuis hier à 17h jusqu'à 6h20 du matin, aujourd'hui. Et tu étais nerveux? Oh non, pas. Non? Non, pas nerveux. Pas nerveux? Non. J'étais impatient. Impatient. Kijk eens aan. Is het wat gegaan, de bevalling? Moeilijk. 13 uren, dus... 13 uur heeft je erover gedaan? Ja, 13 uur. Nou, dat was precies wel de moeite, hè? Ja, dat wel. Ja. Een keer dat je in je armen hebt... Dan is alles goed. En, wel, ja. En dan 13 uur. Goh, dat is serieus werken. Ja. Daar kan hij wat van leren, hè? Dat is wel anders dan voetbal. Maar hij is rustig gebleven. Ja, had hij geen zenuwen? Nee. Een beetje. Een beetje, ja. Maar op het einde, als ze zeiden van oké, je mocht bevallen, dan... En is hij de hele tijd bij u gebleven? Ja. Ah, is braaf geweest? Geen seconde weg. Is hij niet flauw gevallen? Nee. Nee? Nee. Oh, allee, dat is goed. Nee, hij was enorm ongeduldig. Het is precies wel een hele brave, hè? Ja, hij is slecht. Ja. Oh. En wat denkt hij, gaat een voetballer worden? Ja? Ja. Is er nog geen voetballes gegeven hier, papa? Nee, hij heeft wel al gezegd dat hij linksvoetig is. Een linksvoetige? Oeh, dat is goed, hè. Dan hebben we het al kunnen zien. Ja, omdat hij constant met zijn voeten zo. Voilà. Onze kleine vriend heeft hier duidelijk honger. Dus ik denk dat het tijd is dat wij eens gaan zien. Nog eens een dikke proficiat. Dank u wel.
En ik hoop dat hij even braaf blijft, gelijk dat hij nu al is. Hè. Graag gedaan, dan zien we jullie wel eens op de voetbal. Hè. Fantastisch. Geniet er nog van. Tot de volgende. Kassim, bien fait. Merci. Chapeau. Hallo. Oh, knappe jong, een baby zeg. En let op mijn woorden, ik ben er zeker van dat er nog een pak zullen volgen. Dat wordt een babyboom bij Waasland Beveren. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Nu de zaterdag is thuis tegen Lierse. We zullen er eens een fameuze lap op geven. En ja, we zijn goed bezig, dus dat kan niet misgaan. Hè. Bedankt en tot volgende week.